KVK loopt mee met Oerik. Of, nou, beter gezegd, zingende klusjesman Oerik. Klusjesman, help me die klusjesman. Ondanks de stijgende materiaalkosten behoudt Oerik nog steeds een standaard winstmarge van zo'n 30%, dankzij slim gebruik van data. Hey Oerik, vertel eens. Hoe houd jij aan het eind van de maand voldoende winst over? Nou, dat doe ik door middel van alle informatie die wij hebben zoveel mogelijk bij te houden en ook nog te analyseren. Hé, hey, dat klinkt als data. Hé, hey, trouwens, dat kun je zo noemen, ja. Wat doe je daar nou precies mee? Wat ik daarmee doe, is zoveel mogelijk van die data bijhouden, zodat ik dan bijvoorbeeld bij inkoop van materialen ook nog daarmee op kan besparen. En dat doe ik dan zo groot mogelijk inkopen en daarmee bespaar ik soms tot 10-15%. Nou, goed man. Lekker bezig, Oerik. Oké, dus jij houdt het verbruik van je materiaal bij en bespaart daarmee op inkoopkosten. En wat houd je nog meer bij? Onder andere de inkoopkosten van de uren van het personeel. Heel duidelijk om specifiek te weten wat en hoeveel we besteden aan welk project. En je eigen uren? Oh ja, mijn eigen uren hou ik ook bij. Oh, waarmee? Dat doe ik in een handige boekhoudprogramma-app. En daarmee kan ik mijn eigen uren per project bijhouden, zodat ik weet welke klussen ik wel of niet moet aannemen. Onder andere dit. Dan weet ik van, is dit wel rendabel of niet? En anders ga ik gewoon gordijnen ophangen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar Oerik, hoe kom je er nou achter waar je de hoogste marge haalt? Doe je daar onderzoek naar? Jazeker. In het verleden hebben we heel specifiek bijgehouden in welke regio's we het beste marges konden behalen. En daar hebben we tot de dag van vandaag profijt van. Om onder andere marketing direct te kunnen richten op die regio's. Oké, slim. Dus jij speelt met data eigenlijk heel direct in op je klanten. De klantfeedback die wij terugkrijgen, die verwerken we direct in de offertes. Aan de hand van de klantfeedback kunnen we heel specifiek bepalen wat we dan de volgende keer anders kunnen doen. Als 10 klanten in één week nee zeggen, daar moet ik dan iets mee. Wederom, heel begrijpelijk, Oerik. Mooi. En heb jij op elke klus nou evenveel marge? Zeker niet. Op een spoedklus heb ik veel meer marge vergeleken met een vooruit ingeplande werkzaamheden. En daarom ga ik nu ook naar deze. Kun je nou zeggen dat inzicht in data jouw bedrijf sterker heeft gemaakt? Jazeker. Dat heeft goede basis gegeven voor een goede offerte en alles voor een tevreden klant. En wat zou je nog willen weten van andere ondernemers? Eigenlijk ben ik wel benieuwd wat de kijkers de afgelopen jaar met data hebben gedaan. Nou, wij ook. Laat ons onder de video weten wat jij met data doet of lees meer op onze website. Doei doei!